Hallo kijkers en welkom bij Sport Joshi. Vandaag zijn ik en Daniel op een server van een vriend. Oude Daniel. Ik zat rennen om te schieten en jij rent en ik ren een pijl. We gaan hier dus ook een survival wereld laten zien. We hebben hier al wel een voorsprong, maar... Pas op! Zoals jullie zien hebben ik probeer op een bank te schieten. Ik probeer jou te raken terwijl je in cold mode zit. Maar in ieder geval, Daniel, moest het nou werkelijk? Nee, ik ben op een boom aan het schieten. TP me maar weer even. Maar in ieder geval, dit is een best wel mooi server. Maak hem een vriend. Kijk, hij 360. Ah, bijna. En ik zie Daniel is hier aan het kloten. Maar in ieder geval, we zijn hier bezig met survival. En tot nu toe laat ik jullie even zien wat ik heb gemaakt. Ik heb een soort van toren. Oh, cool. Ik weet niet of je het weet, maar waar ben jij? Oh, daar. Nee. Ben. Jongen, oh! Oké, ik ga 360 proberen. Maar in ieder geval, dit is om mijn, ja, tot nu toe toren. Oh, Joshua, blijf eens staan. De owner, dat is mijn... Ik ga even 360 maken, moet je zien. Waar ben je? Oké. Maar in ieder geval, iRoot is, heeft zelf ook een kanaal. Ik zal het in de beschrijving zetten. Die P zal ik ook in de beschrijving zetten. En daar kom ik ook in voor, Joga. In ieder geval, Daniel komt ook voor in de filmpjes van iRoot. Hé, hey, kijk nog eens gaan. Misschien moet ik even een zwaard pakken en het gaan kijken. En Daniel probeert met de tijd neer te schieten. Ja, met 360, hè? Ja, met 360, dat is echt bijna. Het kan, hè? Het kan gewoon in Minecraft, ben ik net achtergekomen. Het is mogelijk. Ik ben aan het praten tegen de kijkers staan, maar in ieder geval... Ja. Dus, ik schrijf wat ik hier zo wel heb gedaan. Raak ik jou? Het is een faction raid server, maar het is niet de bedoeling dat... Daniel! Oh, ik heet die! Maar in ieder geval, het is dus een faction raid server. Als ik jullie was, zou ik mij niet gaan geven, want dan heb je problemen. Ja, want ik ben de admin. Oh, zo. Maar in ieder geval... Laag niveau. Wij zullen hier denk ik wel vrij vaak op deze server gaan zitten de laatste tijd voor deze filmpjes. En als je in de filmpjes wil komen, zoek dit huis op en ga random springen. Dan filmen wij je. Of bouw een heel mooi huis. Ja. Bouw een heel mooi huis, dan filmen we dat ook. Dan gaan we. Wij willen, als het gaat, servertouren gaan doen. Jouw server. Over welke mooie dingen er allemaal zijn gebouwd. Maar dan moeten er wel mensen komen, want zoals jullie nu zien zijn het vijf. Dus wij willen zorgen dat jullie hier het fijn krijgen. Ja, wij zijn ook het enige huisje. De bucket plugins werken nu nog even niet allemaal voor één. Maar als dat het gaat doen, dan heb je faction. Waar ben jij? Nou, ik was even koeien aan het slachten zo, en ik sta nu achter je. Maar in ieder geval, dan is dit tot nu toe ons kasteel. Totaal een survival gebouwd. We hadden op het begin best wel geluk dat we diamonds vonden. Maar in ieder geval, Daniel, niet doen, please. Oh ja, ik heb nog één dag. Maar in ieder geval, dan gaat tot nu toe gaan. Ben ik aan het opnemen. Ik ga vandaag denk ik, vandaag is november, één dag voor mijn verjaardag, ga ik denk ik een filmpje posten. En dat wordt denk ik wel zoiets. Want als jullie je afvragen hoe dit lelijke gat er komt, iemand zat te spammen toen die nog op deze server zat en die werd toen meteen gepand, want die probeerde mijn huis te vinden. Met TNT-kanon. Ik ga wel een apart huis bouwen, want dit heb jij volledig gebouwd omdat ik toen weg was. Ik bouw wel hier een huisje. Ja, dus Daniel bouwt ook een huisje. Ik ga dat denk ik toch wel verbeteren. Het wordt waarschijnlijk minder mooi als die van Joshua, want Joshua is natuurlijk zo'n bouwer. En ik ben een berouwer. En iRoot, mijn vriend Kevin, die is echt heel goed met surfs en alles. Dus die weet echt gewoon dingen om te gaan maken.
maken. Daniel is meer de spammer van ons, die is gewoon de grappige gene. En we, ja, zitten nu even te, rustig even een beetje te laten zien wat dit nou inhoudt. Waar ben jij? Ik zoek jou, ik wil je nu... Ja, maar jij hebt lag, wist je wel. Raakte ik je? Raakte ik je? Ah, oh, het was een hele mooie als ik je raakte. In ieder geval, zet in de beschrijving wat jij vindt dat we moeten gaan bouwen, want ja, het is wel de bedoeling dat we wat hier nog gaan bij gaan bouwen. Sowieso die toren uitbreiden en dan op het einde, en oude Daniel, nu raak je me wel. Oh, zo doen we dat. Tot nu toe is dit het, en Daniel die zit hier hard te cheaten, maar Daniel, ga jij maar even je huis maken, dan ga ik even wat. Ik probeer... Ik heb even 360's op jou, want dat is cool, als ik je dan raak. Ik ben bezig met filmen, dus... En nu me niet raken, want ik ga nu even weg, dus anders... Oh, wacht. Oh, nee, ja. Oh, die was bijna raak. In ieder geval, wij gaan hier dus een beetje lekker survivalen. Het is geen gewitelijste server. Jullie kunnen er gewoon in, als jullie willen. Ik heb trouwens een nieuw opneemprogramma, Fraps. Ik heb een gecrackte full version. Dus dat werkt echt veel beter als Bandicam en zo. Want dan zie je dat logo de hele tijd en Hypercam ook. Ik weet niet of dat bij Fraps ook zo gaat zijn, maar ik ga het proberen eruit te krijgen als het lukt. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik heb hier ook minder lag dan eerst. Ik ga denk ik ook nog een hardcore survival serie maken, maar dat gaat nu niet, want Daniel zijn internet heeft iets raars. Het gaat niet helemaal daar goed mee. En Daniel zit nog steeds te spammen om mij te raken. Dat merk ik nu wel. En Daniel vliegt lekker hoog in de lucht. Helemaal. Wacht even, ik weet wel iets leuks. Maar ik ga in ieder geval straks een filmpje uploaden. Dit filmpje denk ik. En dan... Ja, dan zien jullie het vanzelf wel. Als jullie nog iets over ons willen weten of zo, of wat, of we nog andere spellen gaan doen. Daniel, even stoppen man. Daniel, stop man. Maar nee, ik doe er helemaal niks. Je gooit random potions neer waardoor ik dood ga, dus even stoppen. Maar in ieder geval, Daniel, even kappen. Raak ik je? Ja, je raakt me misschien, ja. Zeg. Ik doe nu echt niks. Ik zweer het, ik doe niks. Ja, dat weet ik, alleen jij hebt lag, zoals gezegd. Dus bij mij uit. Ik vlieg zo. Maar in ieder geval. Ik vlieg bij mezelf al helemaal weg. Daniel is vrij irritant nu, maar in ieder geval. We zullen zorgen. Wij zullen wel wat filmpjes uploaden. Dus, ja. Dus even een klein filmpje nog. Hier gaat nog niet, denk ik, heel veel gebeuren. Want Daniel is nog niet eens serieus bezig met zijn huis. Moet je nagaan. En ik ben hier een beetje bomen aan te kappen gewoon. Omdat het koud nog om mijn huis te verbeteren. Zeg even in de reacties wat jullie van mijn tot nu toe huis vinden. Als het goed is kom ik met meerdere servers. Ik zal ook denk ik bijvoorbeeld afkortingen bedenken. Bijvoorbeeld dit is K2, want dit is Kevin's tweede server. Hij heeft er iets van 3 of 4. Hij heeft echt heel goede computer en zo. Spammen bij zijn kanaal en vragen maar dingen aan hem. Daniel is nu bezig met zijn huis bouwen eindelijk. En dan ja, zit er aan te denken om hier een soort van muur omheen te bouwen, een soort van hier zo'n mini kasteel te kijken. Wat ga je doen? Nog.
Oh ja, wacht, jij ging meedoen, ja. Ik dacht al. Tom was degene die, weet wel. Chub. Die de survival filmpjes zit op zijn server. Chubheid. Ja, dus dat is het eigenlijk wel. Kortom nacht, laten we even als einde lekker te gaan. Lekker gaan kijken naar zonsondergang. Oh wacht, maanopgang, laat ik het zo zeggen. Nee, zonsondergang. En dan even. Cheat weer. Door. Ik denk mooi eigenlijk. Maar in ieder geval, tot het volgende filmpje. Like en subscribe en doe even dat groene duimpje omhoog. Dat helpt me echt om filmpjes te maken. Later. Inspiratie.